Een tentoonstelling en een boek, onlangs in Scheveningen verschenen, behandelde de periode van de Tweede Wereldoorlog waarin Scheveningen Duits sperrgebied was. Aan Piet Spaans, samensteller en schrijver van het boek Scheveningen sperrgebied, de vraag waarom die narigheid weer opgerakeld. Voornamelijk omdat er in de Tweede Wereldoorlog, gedurende de Tweede Wereldoorlog, een breukvlak is ontstaan tussen het oude dorp Scheveningen in zijn beslotenheid en het andere Scheveningen wat na de oorlog uit zijn as herrees als het ware. Het aanzicht van het dorp is in die periode veranderd, de gesteldheid van de mensen is veranderd, de badplaats is veranderd en het wezen van de visserij is zeer sterk veranderd. Wanneer is die operatie sperrgebied eigenlijk begonnen? Nou, die operatie sperrgebied is ontstaan naar aanleiding van een Weisung van het hoofdkwartier in Duitsland. Dat er een verdedigingslinie aangelegd moest worden langs de hele West-Europese kust. En die moest beginnen bij Hammerfest in Noorwegen, in het topje van Noorwegen, tot aan de grens tussen Frankrijk en Spanje aan de Oceaankust. En wat betekende dat voor Scheveningen? Dat betekende voor Scheveningen in eerste instantie een ontruiming van de kuststrook. En dat was in mei 1942, toen de eerste 350 huizen moesten worden ontruimd. Dat betekende in tweede instantie voor Scheveningen en voor het westelijke deel van Den Haag een evacuatie in veel groter verband, waarbij uiteindelijk 20.000 huizen zijn ontruimd geworden en waarbij 65.000 mensen omtrent moesten evacueren. Is dat zomaar gegaan, zonder protest of iets? Nou, dat is uiteraard zonder protest gegaan. Men was nog niet zover dat men protesteerde tegen dit soort dingen die gebeurden. Die ingrepen waren zo rigoureus dat men nauwelijks zich realiseerde dat je er tegen protesteren kon. En toen werden dus de bunkers gebouwd waar we hier voor staan? Ja, toen is dus de organisatie Tood hier neergestreken. En die is met groot materiaal begonnen met die hele kuststrook. Met name die stützpunktgroepen Scheveningen om die helemaal dicht te bouwen. Met alle versterkingen die ik op de kaart heb aangegeven. Nou, dit is een deel van de tankmuur die de vesting min of meer omsloot. Die vesting was min of meer ompaald door enerzijds een muur en voor zover mogelijk een tankgracht. Overigens, hele grote stukken zijn weg nu, hè? Bestaan niet meer. Nou, we staan hier dus nu in het noordelijke deel van de duinen bij Waalsdorp. En hier vind je nog een stuk muur. En dan verderop vlakbij de zeestrook. Maar in de stad zelf is alles weg? In de stad zelf is niets meer hiervan te vinden hoor. Nee hoor, alles is weg hier. Ja, hoe was het nu met de haven hier? Nou, je moet je voorstellen dat het merendeel van de Scheveningse schepen die waren dus naar IJmuiden uitgeweken op last van de Duitsers. En wat er dus was achtergebleven hier, dat was eigenlijk oud roest. Verder lagen er een paar sleebootjes en een paar Duitse patrouilleschepjes. En verder wat kleine garnalenbootjes. En die gingen zich geleidelijk aan met de visserij bezighouden. En dat was wel attractief voor de vissers die geen werk meer hadden. En daardoor voegden zich steeds meer kleine scheepjes bij dat vlootje. En toen is dat vlootje van kleine scheepjes uitgebreid tot een 120 scheepjes ongeveer. En zodoende kregen wij een apart bewijs om buiten te komen. Want als wij naar buiten gingen, dan lag hier met de haven lag er een schip en er waren Duitse wachten aan boord. En dan moesten we dat huiswijs moesten we laten zien, met onze foto erop, om buitengaats te kunnen komen. Het was zo, die visserij met die kleine scheepjes, want het was maar een kleine motor die we erin hadden. Een automotor, een Afort. En dat hadden we niet zo wat trekkracht. Maar van lieverlee ging het beter, want toen kon je zien dat er weinig gevist werd op zee. En dat er de vis veel meer naar de kust kwam. Was het nou voor u een goede of een slechte tijd, die periode? Nou, laten we eerlijk zeggen, met wat ons vakberoep aanging, was een goede tijd. Want het was 's morgens uit en 's avonds binnen. We waren 's avonds thuis. Maar ja, de